doodaas op snoek. Er wordt veel gedaan. Je vangt grote vissen. Je vangt vissen met 700 tandjes. Dat is precies wat we vandaag gaan doen. Heb je beet, Levi? Ja. Nou, draaien. Hangen? Ja. Lekker, gast. Jeetje. Wat een mooie vis, hè? En daar gaat hij al. Ja, lekker zeg. Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe visvideo. En vandaag ben ik hier met mijn maatje. Je weet wie het is. Ja. Ik ben hier met Levi. En vandaag gaan we niet vanuit het bootje, hè? Nee, gaan we doodazen. We gaan vandaag doodazen. We gaan eens even kijken of we een dikke snoek kunnen vangen. Laten we eens even zien. Waar vis je mee? Met een mooie grote voren. Ja. Dit is het aas voor vandaag. Ja, we gaan het proberen. Ja toch? Gewoon dobber, ja. Aasvis. Beetje tegen die woonbootjes aan, een beetje wat andere stekkies. Even de warmte, veel aasvis zit hier, dus ja. We hebben goed vertrouwen. Ook al snoek zien springen. Je hebt ook al beet gehad, hè? Ja, ze komt wel goed. Nou, gewoon maar in dan. Ja, sorry. Laat me eens even zien. Even kijken hoe die jongen dat doet. Wee! Kijk. Ja, en op een of andere manier vinden jullie dit volgens mij altijd de leukste video's. Doodazen op snoek. Wordt veel gedaan. Je vangt grote vissen. Je vangt vissen met 700 tandjes. En dat is precies wat we vandaag gaan doen. En we gaan kijken of we een dikke, vette, mega snoek kunnen vangen. Misschien wel een meter. Ze zit hier. Maatje van mij had de laatste eentje gevangen. Hele mooie, 1,5 meter. We gaan kijken of we dat ook kunnen doen vandaag. Maar ik heb er in ieder geval zin in. Gezellig met Levi. Het is alleen een beetje rot weer. We hebben net aasvisjes hier gevangen. Het regent als een malle. Maar nu is het droog. Dus ik heb mijn camera erbij gepakt. En lekker aan de slag. Zin in. Two hours later. Hey maat, ja. Het is hier niet zoveel, hè? Nee. Zullen we een ander plekje? Ja, even iets goeds proberen. Ja, het is helemaal niks. Nee, aasvis zitten wel, maar... Snauken die zijn hier niet aan het jagen. Nou ja, één keer daar zie springen, maar... Ja. En één keer beet, ja. Maar niet overtuigend. Nee, laten we verder gaan, we gaan even verkassen. Ja, gaan we doen. Levi bewijst maar weer dat hij een ongelofelijke visser is, want voordat ik mijn hengels te water kan krijgen, heeft hij alweer beet op de nieuwe stek. Ja. Heb je beet, Levi? Ja. Nou, draaien. Hangen? Ja. Lekker, gast. Schoon. Mooie vis, hoor. Spuugt hij vervolgens al uit, zag ik. Ja. Lekker, maat. Wat gebeurt hier? Hoe komt dit nou weer, joh? Ja, mooi vis, ja. Ik kom hier redden. Levi! Wat een chaos! Hier, maat. Kijk, dit voor je doen. Zo'n vis, toch? Mooi in het hoekie. Hoppa! Hey! Hoppa! Wat? Nou, komt u maar naar de onthaakmat. Ja. Goeie vis, hoor. Kan je even mij nog vast hebben? Ja. Kijk. Mooi dik, wintergoed. Nice. Is mooi in het hoekje, hè? Hoppa, hij is al los. Levi, we hebben een hele mooie vis. Ja. Maar ik wil even dat jij voor de kijkers thuis even laat zien hoe je nou zo'n kielgreep doet. Oké. Het is heel belangrijk. Je kijkt hier ook. Ja. Hier zie je rode bogen zitten. Ja. En het is belangrijk dat je hem helemaal buitenkant, pak je hem helemaal aan de buitenkant. Ja. Zo. Ja. Schuif je door tot je niet verder kan. Ja. En dan maak je een vuistje. Ja. En dan zie je ook mooi... je vingers zitten. Ja. En dan heb je hem, en dan als je gaat spartelen, gewoon vasthouden. Ja. En dan heb je hem altijd goed vast. Nice. Beschadigt hij niet. Nee. Kan hij niet beschadigen. Wat een mooie dikke vis, joh. Ja, een mooie wintervis. Super. Echt super. Ja. Hoe groot zal die zijn? Ik heb een meetlintje in mijn tas. Kunnen we even opmeten als je wil. Ja, als je hem graag wil meten. Wat zal die zijn? 85 of zo? Ja, 85 haalt hij. Mooie lange vis. Mooi dik. Mooi, hoor. Mooi. Wil je een fotootje? Ja, is goed dan. Ik maak een fotootje van je. Knieën. Ik ga gewoon lekker erbij liggen. Ondertussen regent het. Pak je hem achter je kop, achter zijn kop. En dan bij zijn staart totdat hij op eigen krachten weer vandoor gaat. Hoppa. Hé, hey, dit heb je vaker gedaan, of niet? Ja. Lekker, maat. Op naar de volgende. Mooi vis, man. Ja. Blij mee? Zeker. Lekker. Weer tijd. Oef. Ja. 1 minute 37 seconds later. Nou, draai maar aan.
Oeh, dit is een dikke. Wel een beetje blokken, hè? Daar, kun je uit hoor. What the fuck? Dit is een dikke of niet? Ongelooflijk, gast. Ongelooflijk. Nee, het is gewoon een hele agressieve dit. Wat doet hij, joh? Ja, zijn gedraaid of zo. Wow! Torpedo is dit, joh. What the fuck? Oh, hij is mooi. Deze is niet normaal mooi, hè? Ik zei dat het een goede aasvis was. Niet normaal, hè? Oh mijn god. What the fuck, gast? Dit is echt serieus. Hoe lang lag hij in? Een halve minuut? Ik denk 1 minuut 37. 1 minuut 37 seconden. Ik denk het ook. Nou, oké. Okay. Nou, dan gaan we weer. Kielgreepie. Gaat zijn bek mooi open. Oh, kijk uit voor je vingers. Andere, ja. Kijk. Mooi met zit, tang erin. Zit heel mooi gehaakt. Ja. En hij is los. Hij is los. Leg de haakje even net weg. Kan de vis niet beschadigen. Net weg, tang weg. Wauw! Kijk hoe mooi die gekleurd is. Waar beschadigingen. Heel mooi. Zo, deze is geel, jongen. Ja, deze is echt mooi. Kijk, onthaakmatje, hè, kan de vis niet beschadigen. Hij heeft een klein kopje, hè? Ja. Snel groeien. Wauw, deze is zo mooi. Ik zal zo even de andere kant laten zien. Die is nog mooier, hè? Niet normaal. Wauw. Laat jij de andere kant eens even zien. Vinnen zijn ook prachtig. Ja, hij is heel mooi gekleurd. Moet je nagaan, hè? Als je er zo eentje vangt, maar dan 1,20 meter. Ja, hier moet je kijken. Jeetje, wat een mooie vis, hè? Echt een mooie vis. Wat kan jij dat ook goed, joh? Ja. Mooi, hè? Die bek ook. Prachtig. Scherpe tandjes erin. Ja, wil je niet tussen zitten, altijd lang onthaakt dan mee. Ja. Nou, maat. Ik wil wel belonen dit weer, hè? Ja, zal ik nog snel een foto verschieten? Ja, is goed. Nou, maat, dan mag terug. Ja, gaan we doen. Wauw, wat een mooie vis, jongen. Ja, is niet... Die details. Ja, die vinnen. Prachtig. Puntgaaf. Supermooi. Ja. Hou je even een staartje vast, hè? Mijn rechter drodder is onder. En dan gaan we echt? Ja. Zit bij de paal. Oh. Bonne was verstoppertje aan het spelen. Wow, het is het druilerig zeg vandaag. Het is echt niet normaal. Wat een regenachtige week. Ik denk serieus, misschien een uurtje tot nu toe droog hebben gehad. Ja, nou ik denk niet eens. Nou niet eens. Half uur misschien droog. De hele ochtend regent het al. En we staan nu op een stikje wat misschien wel bekend is van een eerdere video die jullie hebben gezien. Misschien wel mijn best bekeken video ooit. En we hebben hier ooit op deze plek een keertje echt 8 snoeken achter elkaar gevangen of zo. We zijn het hier even aan het proberen, dan wordt hier wel veel gevist. Maar ja, weet je, ze kunnen er liggen. We hebben nog geen beet gehad hier. Het lijkt nu wel iets minder te gaan regenen. En het is belangrijk bij deze visserij dat je veel wisselt. Dat je veel naar andere plekjes toe gaat en veel zoekt. Ook gewoon af en toe opnieuw blijven ingooien. Omdat je natuurlijk je vis met dood aas. En dat visje beweegt niet. Dus je wil die snoek ook een klein beetje zoeken. En ja, we merkten net 2 keer binnen, nou ja, volgens mij 1 minuut hadden we beet. Ja, denk ik nog niet eens. Nee, hè? Nee. Exact dezelfde plek. Exact dezelfde plek. Daaraan zie je ook wel een beetje dat bewegen belangrijk is. Veel verkassen. Ja. Actief dotaas. Heb je nog goede tips? Nou ja, gewoon, je moet wel even geduld hebben. Maar het is vaak, meestal binnen 10 minuten op een plekje, dan heb je, als je dan nog geen tikkie hebt gezien, dan misschien even een andere plekje, een ander hoekje. Zoek ruggetjes op, zoek boombootjes op waar het net even iets warmer is, waar die aasvis naartoe trekt. Ja. En daar vind je ze eigenlijk altijd wel. Ja, een half metertje boven de bodem, hè? Ongeveer. Ja, zoiets, half metertje. Tenzij het heel ondiep is. Ja. En als ze echt heel traag zijn, kan je ook nog wat dichter bij de bodem vissen. Ja, of op de bodem. Ja, we vissen hier nu weer met 4 hengels en ik heb er nu voor gekozen. Het dobbertje ligt dan hier zo voor de ingang. Dus als daar een vis doorheen komt zwemmen, dan ziet hij hopelijk mijn aas. We hebben hier een hengel op het midden liggen. Daar een hengel op het midden liggen en dan daar eentje aan de linkerkant bij die opening. En zo pakken wij zo'n heel stuk met 4 hengels. Ja. 6 hengels is hier een beetje de max met 3 man. En dan vis je zo'n stuk meestal wel vrij secuur en snel af. Ja, als we nu binnen 20 minuten geen tikkie hebben, gaan we weer een ander plekje. Ja, dan gaan we weer verder. En nog een goede tip. Als je nou je hengel neerlegt op de stenen, dan kras je molen. Tenzij je de hengel op zijn rug legt, je de molen naar beneden doet en dan met de rotor of het handvat op de steentjes legt. Dan ligt de hengel op de rug. Leg hem wat zachtjes neer op de stenen.
Want ja, we willen natuurlijk ook geen kras op die hengel, hè? Nee, dat is zonde. Ja, dat is zonde. Je zou toch zeggen, hè, zo naast die paaltjes, dan moet die ondergaan. Nu jij nog, hè? Hey, maar we hebben er wel al twee, dus dat gaat goed. Dat gaat lekker. Het gaat helemaal niet verkeerd. Ja, precies. Nee, maar het gaat gewoon helemaal niet verkeerd. We hebben al twee hele mooie vissen. Vooral die kleuren, jongen, van die tweede vis. Dat was niet normaal. Lekker dik was die eerste ook. Ja, heerlijk. Lekker hoor. Lekker. Hey, elke keer als ik jou meeneem, vangen we dikke vissen. Hoe kan dat nou? Ja, geluk, hè. Beginners geluk. Nou, ja, dag. Yo, Levermans. Hey, nieuw plekje, hè? Ja. Even heel veel wit vis hier. Ja, hè? Dus ik ga ze verder weg. Hé, dat lijkt ver, maar het is niet ver. Maar veel witvis hier, hè? Ja, heel veel witvis. Snoek moet er tussen liggen. Dat weet ik. Dat weet ik zeker. Dus we gaan het proberen. Doppers liggen weer mooi in. Ja, eentje daar. Eentje daar. En eentje daarachter. Je ziet continu vorentje springen. Daar ligt er nog één. Nou, we gaan gewoon dit stuk even uitvissen. Komt er vast eentje uit. We zien continu vorentje springen. Ja, we zien alleen nog geen snoeken jagen. Nee. Maar ja, er moet toch gewoon een snoek hier in de buurt liggen die er zin in heeft. Moet goed. Kan niet anders. Nee! Oh. Oh! Jij hebt een geluk, jongen! Nee, mijn dobber is wel een beetje. Huh? Ik heb een dagje staan. Maar maakt niet heel fijn. Oh, dan kunnen we al een nieuw pikkie inzetten, toch? Ja, maakt niet. Dan zet je er zo'n douwe en breekstaafje erin of zo. Ja. Oh, het is wel een beetje zoeken vandaag. Het is niet makkelijk. We vangen wel, we hebben twee vissen, we hebben drie keer beet gehad in totaal. Eén keer dat ik er niet bij was, dat ik even de auto ging wegzetten. Drie keer beet gehad. Maar we hebben wel al vier stekken gehad, dus vijf stekken gehad. Nou maat, als je nou die aasvis gaat riggen, zijn er een paar trucjes. Zorg er natuurlijk altijd voor dat je aasvis dood is. Hoe je hem dood maakt, maakt mij niet uit. Maar probeer hem een beetje heel te laten. Zorg dat je schubjes er een beetje op blijven zitten. Een manier is om hem tik op zijn kop te geven. Of om, klinkt een beetje luguber misschien. Maar door zijn hersenstruit te prikken. Wat ik altijd nog even doe, is ik maak hier aan de zijkant op zijn zijlijn orgaan. Hier zo zie je zo'n streep lopen. Dan maak ik met een haak, prik ik erin. En dan trek ik zijn zwemblaas eruit, want dat is het drijfvermogen. En als je dat drijfvermogen eruit haalt, dan zinkt je aasvis en blijft het super mooi recht liggen. Doe hem altijd met een enkel drechtje. Meer heb je echt niet nodig. Klein drechtje. Maak je twee. Maak je één. Zo. Door zijn rug hangt hij mooi recht in het water. En ik gebruik een lange hengel. Niet een hele harde hengel. Zodat als je inwerpt, dat je aasvis er niet afgooit. Je wil een beetje demping hebben in je hengel. Als je een keiharde hengel gebruikt en je gooit te hard, dan werp je aasvis eraf. Dat is zonde. Ga hem even ingooien. Laat hem maar even zien. Mee. En dan zal je precies zien hè, dat ik hem er nu afgooi. Hè. Ja. Gooien. Ik zie hier die bootjes aan de overkant. Nou, daar wil ik hem maar net een beetje voorleggen. Zo. En ook met de snoeken, neem een pijlgewichtje mee. Pijl even uit hoe diep het is. En op zo'n stuk is hier bijvoorbeeld. Hier is het, 3 meter diep. Dan vis ik ongeveer. Nou ja, een meter tot een halve meter boven de bodem. Dan ga je echt wel meer vis vangen. Als je te hoog vist, dan moet je snoek helemaal omhoog komen. Soms werkt het heel goed. Maar ja, 9 van de 10 keer kan je beter op lage vis. Dus dat is een goede tip. Maar wij gaan nu een patatje halen, want ik heb honger. En we vangen niks. Dus dan krijg ik mezelf honger. Want ja, moet je toch gewoon een beetje vermaken. Of niet? Ja, we moeten wel voor onszelf belonen. Natuurlijk. Ja, maar jij doet de goud droog challenge. Dus eigenlijk mag jij geen patat. Nee, vandaag is cheat day. Ja, maar ik influence jou dat je patat moet eten. Lekker hoor! En? Hey! Hey! Mag je vangen? Nee. Je wel een Coca-Cola? Ja, de zero. En een tatje? Ja. Kom er gezellig bij, jongen. Ziet er lekker uit. Ah, ik was weer even een kwartiertje weg. Leef je geen beet? Nee. We gaan weer terug naar een stek waar ze wel hebben gevangen. Dan gaan we ze daar gewoon van. Ik denk dat de truc is.
Een nieuw plekje. De hengels liggen alweer in. We gaan jullie zo even laten zien hoe wij precies vissen. En misschien heeft Levi nog wel een paar mooie tips. Dat heb jij vast wel straks, toch? Ja. We gaan straks even kijken naar de montage. Ja. We hebben weer een mooie spreiding gemaakt. Daar vlak bij de brug. Hier bij woonbootje. Hier een beetje op het midden. Een stukje naar links. En we zijn gewoon weer actief op de stroming aan het vissen. Ja. Beetje mee laten driften met de stroming langs die woonboten, langs het midden. Gewoon weer actief zoeken. Vier hengels hebben we, allebei twee hengels. En daarmee kunnen we gewoon super snel zo'n stuk afvissen. Dit is ook gewoon weer zo'n plekje, ja. Weet je, als we hier binnen een uur niks vangen, zijn we gewoon weer weg. Dan gaan we misschien nog naar de plek waar we vanochtend zijn begonnen, waar we twee vissen hadden. Er moet gewoon nog vis uitkomen. Ik kan me niet voorstellen dat we niet nog iets gaan vangen. Ja, de kans is ook gewoon... Een dobber gaf nog een tikkie. Beetje dobber een tikkie? Ja. Deze dobber gaf net een tikkie naar beneden. Het zou mooi zijn als hij nu live zo onder gaat en dat er dan een metersnoek aan hangt. Vang jij eens even een karper dan? Dan vang jij eerst maar gewoon even vis, want yes. Zo schiet het niet op, hè? Nee, nee, dat is waar. Ik moet wel even, kon er even een dik uitkomen. Ja, ik zag hem. Ja. En hebben jullie nog wat gevangen? Nee. Hoe kan dat nou? Vandaag niet. Nee. We zijn een beetje te laat van huis afgegaan. Nee. Maar wel een mooi plekje toch? Ja. Veel meer water dan bij ons in de omgeving. Ah, Levi, ik zou toch zeggen, hè? We moeten toch gewoon eentje gaan uitkomen. Zou je wel zeggen, ja. Ja, ik snap er niks van. Ik denk dat tijd is voor zo even een beetje uitleg. Daniel. Yes. Ik ga jullie even laten zien hoe we vissen. Ik vis echt mega simpel. Zal ik van onder of van boven beginnen? Doe maar boven. Oké, we beginnen bovenaan. Met een stuitje, klein stuitje. Deze houdt mijn dobber tegen. Dan hebben we een snoekdobber. In dit geval een dobbertje van Fox Predator van 25 gram. Die gaat het doen vandaag, hopen we. Dan heb ik een 20 grams loodje. Met een coating erop. Coating maakt helemaal niet uit, maar ik vind het wel mooi. En dan hebben we een staaldraadje. Van, wat zal die zijn, 50 centimeter. Zoiets. Met een enkel drechtje. En natuurlijk een bungelende voren. En die voren die wil je, zoals ik eerder had verteld, zo recht mogelijk in het water laten hangen. Dat is niet helemaal recht, hè? Nee. Maar je wil hem zo recht mogelijk in het water laten hangen. En ik haak hem altijd echt door een velletje. Kijk, als je zo hier achter zijn rug, haal ik meestal zo 2-3 schubjes weg. Prik zo net voor zijn rugvin door. En als je dan beet hebt, dan komt de haak makkelijk los uit de aasvis. Dan scheur je hem eigenlijk eruit. En dan hangt het drechtje hangt mooi, meestal in de hoek van zijn bek. Wacht niet te lang met aanslaan. Als je wegloopt, kijk even waar hij toe loopt. Draai je lijn strak. En draai helemaal strak op de vis. Tot je contact voelt en zet dan pas de haak. Want als jij meteen draait en slaat, dan sla je hem uit zijn bek. Dat is echt heel belangrijk. Daar moet je even op letten. Nou, ideale aasvisformaat zou ik zeggen... tussen de 12 en 20 centimeter en pas daar een beetje je haakformaat op aan. Als jij zo'n aasvis gaat gebruiken, dan is zo'n haakje maat 2 of 4 is wel heel erg klein. Dat zou ik niet doen. Ja, en dan natuurlijk de diepte. Belangrijk, peil even hoe diep het is. Ga niet te ondiep vissen. Vis ongeveer 40 centimeter boven de bodem, 50 centimeter boven de bodem. Tot max een metertje, afhankelijk van hoe diep het is. Perfecto. Je hebt volgens mij een boot aan. Zou heel goed kunnen. Even de hengeltjes binden. Inhalen. En wat wel leuk is, maar soms is het juist super goed als er even een boot langs komt. Omdat je dan de visjes onder water schrikken. En dat is vaak dan een moment dat die vis niet meer in een school netjes bij elkaar ligt. Dat die snoeken er dan opklappen. Dus als er een boot langs komt, even snel ingooien. Het kan zomaar zijn dat je dan die vis gaat vangen. Hoi! Ik denk dat video's hey, top man!
Laat jij het eens even zien. Ja, jullie ook! Hoppa, zo voor het bootje. Snel inleggen. Waar wil je hem hebben? Ja, doe maar bij die plantjes. Op zich ook wel mooi om met een reel te vissen. Gebruik een lange hengel. Die reel kan je mooi remmen. Je kunt heel precies gooien. Eigenlijk is met een spinhengel toch wat lastiger. Omdat je heel, heel precies moet gooien. Je moet precies gooien waar die aasvis komt. Dat is hem, hè? Dat is de spot. Ja, dat is de spot, hè? Heb ik net geleerd van Levi. Die had daar gewoon in 1 minuut 37 seconden twee keer een aanbeet. Ja, binnen 1 minuut is hij onder, hè? 1 minute 37 seconds later. Nou, Daniel, kijk eens, daar gaat die dobber. Daar is hij, daar is hij. Laat eens even zien hoe je dat doet. Ja. Mooi. Zal ik even het net voor je pakken? Lekker, man. Kijk eens. Kijk, is dat mooi met die karperhengels. Mooi sturen. Lekker, gast. Werd tijd, hè? Volgende een visie met mij. En op wie zijn plekje was dat ook alweer? Nee, ja. Dat is hoor. Ja, mooi getekend. Is het een bek, jongen? Hier, ik heb hier... Dat is mooi dik. Ja, mooi vis. Mooi vis van ons mee. Lekker, ik ben blij mee. Ja, lekker zeg, hé. Toch weer even een visie. Ik wil zeggen, was je recht op dobber mee? Zal die door de slip gegaan zijn? Ja, denk ik wel. Laat jij dat eens even zien. Mooi te ver binnen draaien, heb je nog een beetje lengte. Kijk maar, meneer Onderkaak. Wat is een rare bek. Wat is een, heel, is een hele hap uit, joh, hé. Je moet je kijken. Moet ik even helpen? Ja, dat is een beetje een kort stukje. Hier, kom maar. Kom maar goed, kom maar goed. Dat komt. Dat is een dikke vis hoor, hé. Ja, een vis van 9 of zo. Lekker. Lekker, maat. Oké, deze heeft een rare bek, jongen. Ja, deze gaat richting de 9, 95, denk ik, hoor. Ja, zoiets, 90, denk ik. Komt een vis. Even het netje weg. Dat enkele dregje. Die zit gewoon eigenlijk altijd. Dat is mooi in het hoekje. Mooi geraakt. Klein dregje, hoeft niet te groot. Mag ik eigenlijk niks over zeggen. Nee. Kijk, en hij heeft aan deze kant dus een hele gekke bek. Dat is een happy. Het is gewoon een vergroeiing. Ja. En aan de andere kant is hij helemaal perfect. Laarvis. Hij is mooi, hij is puntgaan. Hij is echt mooi. Best een grote vis hoor. Je moet kijken, wat gek joh. Ja, het is echt heel gek. Het ziet heel gek uit. Zijn tanden komen er bovenuit. Ja joh, ja. Een engert is dit. Een engert. Ik vind hem eigenlijk wel stoer aan die kant. Ja, is wel gaaf hè. Zullen we hem meten? Meetlint ligt achter je. Kijk. Mooi visje. Moet je die bek zien? Ja, moet je kijken hé. Wat een gekkie hè? Ja. Dik hoor. Ja, heel gaaf. Zet hij er een beetje knap op? Even kijken, waar is het beentje? Oh ja, daar de legale is op. Ik denk 90 centimeter. Nou, ik denk, ja. Niet veel groter hoor dan dat. Nee, niet heel veel groter. Niet eens. Ja, hij is iets. Ja, oké, okay, je hebt gelijk. Ja, 95 of zo. Hij is wel groter dan 90. Moet je gewoon een meter? Ja, 98. 98, 99. Ja, best wel lange vis. Ja. Vet. Ja, prachtig. Ik had niet verwacht dat hij zo lang was. Nee. Ik ga hem even terugbrengen. Zo. Ja. Kijk, het mooiste is als je het in je netje doet, alleen netjes een beetje ja. Een bende. Er zit een haakje in. Boven op de kop. Pakken. En daar gaat hij al. Yes, gast. Lekker, gast. Hoppa. Oeh. Nou ja. 98 centimeter, is een goede vis. Jij gooit hem nog een keer op een plekje in. Is goed, gaan we doen. Hè? Dat je gewoon drie keer van dezelfde vierkante meter af een vis haalt. Waarom niet daar, waarom niet daar, waarom niet daar, waarom... Nou, daar, in ieder geval vis binnen. Lekker. Ja, lekker zeg. Levi, we hebben hem beet! Ik ga hem meteen aanslaan. Ja. Hangen, goed zetten. Hij is los. Ja, hij is los.
heeft hem niet heel lekker gepakt. Ja, het was een hele grote die hem zo in één keer naar binnen heeft geslokt. Ah, hou maar op. Nou, gewoon gauw weer in daar. Dan pak hem nog een keer. Niet goed haak gezet, maat. Je leidde me af. Niks met te maken. Dat je niet baalt. Ja, verleden tijd. Een dingetje met snoeken, met dota's. Je vist natuurlijk met één drechtje, doe je ook voor de veiligheid van de snoek. Je mist wel eens een vis, maar ja, niet vaak. Maar ja, het kan ineens gebeuren. Of het is een grote snoekbaars van een meter of zo. Hè? Ik denk dat het een snoekbaars was van een meter. Of een snoek van 1,30 meter. Ja. Hé, hey, wat denk je ervan? Het wordt donker. Ja. Zullen we mee gaan nokken? Ja, laten we dat maar doen. Gaan we die grote vis voor jou nog even een andere keer vangen? Ja. Maar ik weet zeker, jongen, dat was echt een hele grote. Zeker 1,20 meter. Ja. Heb je nog een goede tip voor de kijkbuiskindertjes? Nou, niet misslaan. Nee, oké. Okay. Nou, top. Ja, dat is de tweede tip. En maat? Ga naar huis. Zo, dames en heren, dat was hem weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Laat even een likeje achter als je het leuk vond. Abonneer even hieronder. En wil je Levi nou ook even volgen? Dan kan je dat op via zijn Instagram. Linkje staat hieronder in de bio. Zie ik jullie graag aankomende woensdag weer om 7 uur bij een nieuwe video. Bedankt voor het kijken.